Welkom bij de tafel van Gert. En ik stel u graag voor aan mijn gasten Antwerps burgemeester Bart de Wever, huisarts Sophie Lemmes en de liefste zoon ter wereld, Victor Verhulst. Sophie en Victor, jullie zijn allebei net terug van vakantie. Klopt, hè, Victor? Waar ben jij geweest? Ik heb een paar dagen in Dubai gezeten. In Dubai, chic. Ja. Wauw. Ik ben er ook een aantal keren geweest met gezin en het is er prachtig, het is er rustig, het is er superveilig. Dus echt, maar helaas levert men niet aan. Ja, tot grote frustratie, ja. Bart, tot grote frustratie. Ik zet daar principieel geen voet, want dat is effectief een vrijhaven voor alle crimineel geld. Daar zijn een aantal Antwerpenaren die daar wonen, die ik heel graag hier terug zou zien in de Begijnenstraat voor een hele lange periode, de rest van hun leven namelijk. En maar ze leveren niemand uit. Dus ze zijn medeplichtig en ook de financiële sector in Dubai is medeplichtig aan de misdaad. Dus ik zit daar principieel geen voet in dat land. Sorry voor de sfeer. Ja, sfeer. Sorry dat ik een sfeerspons ben. Ja, ik was geen voet. Canaria waar ik geweest. Nee, Bart, we weten dat jij... Je bent altijd een beetje een sfeerspons, maar zo snel al. Dat is niet, het programma is nog niet begonnen eigenlijk. En de sfeer is al... Walter, die is misschien een beetje depressief. Ik weet het niet. Heb je goed geslapen? Ik heb heel goed geslapen, ja. Ja, maar je weet waar ik op doel. Ja, ja, ik bedoel op de nederlaag van Beerschot gisteren. Ja, je bent ondervoorzitter van Ik ben ondervoorzitter van de club, ja. Maar ik moet u zeggen, ik ben met een hele hoop vrienden gegaan. En het was, die tegenstander 06, een ongelofelijke sfeer in het stadion. En dus eigenlijk ging iedereen naar huis met het gevoel... Ik ben nog altijd zeer trots om een Beerschot supporter te zijn. Omdat we de club ondersteunen op alle mogelijke manieren. Gaat het niet zo goed in een wedstrijd, dan is het zo. Ja. Maar we blijven supporteren. Dus als u mij vandaag vraagt of ik nog steeds trotse supporter ben, dan ben ik zelf zeer trots. 10.000 man die zijn blijven zingen. Die de club zijn blijven ondersteunen. Die het elftal zijn blijven ondersteunen. En zo zou voetbal eigenlijk moeten zijn. Voilà, heb je het gehoord? 0-6 en toch bleef de sfeer goed. Dus het kan, hè, Bart? Het is mogelijk, ja. Ik ben zelf geen voetbalist. Ik volg het voetbal alleen professioneel als burgemeester. Ik ondersteun de clubs, maar ik volg het eigenlijk niet. En je support het niet voor Beerschot of Antwerpen? Dat zou een doodsvonnis zijn. Ik ben Zwitserland perfect neutraal. En iedereen gelooft dat ook, omdat ik het echt niet volg. Ja. Snap je het spel ook niet? Ik veronderstel dat dat nog begrijpelijk is, buiten het buitenspel gebeuren, dat niemand begrijpt. Dat is ingewikkeld. Dat is ingewikkeld, maar ik volg het echt niet. Ik heb het nooit gevolgd. Nee, maar het klopt, hè, want ik denk, ben wel een paar keer uitgenodigd, maar tot op heden eigenlijk nog nooit naar een wedstrijd komen zien. Dat moet je toch een keer doen. Ja. Nee, want dan moet je natuurlijk, als je naar de ene club gaat, ook naar de andere club gaan. Ja. En ik heb daar zo een theorie over, dat een echte supporter het niet apprecieert dat iemand die geen supporter is, zijn plaats komt innemen. Maar dat is een foute theorie. Nogthans, ik houd er nogal aan vast. Hè. Antwerpen, sorry, dat spelen nu Champions League. Die plaatsen zijn heel gegeerd. Moest ik nu supporter zijn? En ik had daar gezeten in de hele slechte tijden, toen het echt brak was. En nu het goed gaat, komt plotseling een politicus en die komt op een stoeltje zitten waar jij dan niet kan zitten. Ik zou dat heel slecht verteren. Amai. Dus ik ga daar niet zitten. Zo over nadenkt al. Ja, ik heb daar heel goed over nagedacht. Een reden om niet naar voetbal te gaan, daar heb ik heel lang over nagedacht. Ja. Ik heb het toch niet gevonden. Walter, jij mag beginnen. Ja, bij mij is het eigenlijk een beetje een voortdurende realiteit of actualiteit. Dat is een moord op de advocaten die is gebeurd. Waarbij dat we toch moeten vaststellen dat dat onderzoek langzaam verloopt. Dat ik zelf meer en meer begin na te denken of daar geen huurdoder bij betrokken is. Omdat het allemaal op zo'n coole, bijna professionele manier is gebeurd. Maar dat zit mij ook verder tot denken dat ik zoiets een rondvraag heb gedaan bij bevriende advocaten. En vooral ook bij veel vrouwelijke advocaten. En bijvoorbeeld bij mij op kantoor. En ik wist dat, maar ik ben wel van de cijfers verschoten. Heeft iedereen beginnen opsommen welke bedreigingen dat men al heeft gekregen de laatste 2 jaar. Hoeveel keer dat tegenpartijen al heel boos zijn geweest. Scheldtelefoons tot fysieke bedreiging, tot mails. En dat is enorm indrukwekkend. En dat brengt mij eigenlijk tot een eikel punt. En dat is misschien vrij juridisch. Je hebt zo'n drukpersmisdrijf. En dat betekent dat al hetgeen dat geschreven is op papier, bijvoorbeeld in krantencommentaren, eigenlijk naar een hof van assise zou moeten gaan. Waarbij er heel veel straffeloosheid ontstaat. Ik zie een beetje naar u, Bart. Het is wetgevend werk dat misschien eindelijk dat drukpersmisdrijf eruit zou moeten halen. En dan dacht ik, eigenlijk is dat erg, want we leven momenteel in een maatschappij dat veel mensen denken dat ze zomaar alles over iemand kunnen schrijven. Mm-hmm. Ik dacht, als ik dan toch nog vanavond kom, was ik eigenlijk ook eens een keer geïnteresseerd om te horen of bijvoorbeeld uw zoon al veel last heeft gehad via bedreigingen of de burgemeester, dat weten we vanuit de krant, maar bijvoorbeeld ook iemand zoals u. En dat gaf mij de gedachtegang dat het misschien toch veel te fel is ingeburgerd dat mensen zomaar gemakkelijk mogen bedreigen zonder dat dat gesanctioneerd wordt. En dat is eigenlijk mijn actualiteitsvraag vandaag. Omdat het parket niet al die zaken kan behartigen. Hoe kunnen we naar een mentaliteitswijziging komen en misschien gewoon terug wat respect kunnen hebben. En daar was de kapstok voor mij. Hetgeen dat daar is gebeurd richting een beroep waar we uiteindelijk gewoon ons inzetten en ons best doen voor de cliënt. Waarschijnlijk het enige beroep waar je geen last hebt van bedreiging is burgemeester, hè? Een politieke.
Nee, totaal niet. Ik word door u soms eens bedreigd om hier te komen, maar voor de rest, nee, dat is een paradijselijk leven. Nee, maar hoe vaak ben je al bedreigd? Vandaag bedoel je? Laatste uur. Ja, heel vaak, hè, door de mensen die in Dubai wonen bijvoorbeeld, heb ik eens 9 maanden onder close protection moeten leven. Dat wil zeggen dat je dus buiten komt met 8 man, 3 wagens, en dat je al je verplaatsingen moet melden. En dat heeft een zekere impact op je privéleven. Heb je dan eindelijk het gevoel dat je eens vrienden hebt, Bart? Ah, wel, je lacht er nu mee, hè? Maar ik moest gaan skiën en ik kreeg 3 man mee. En dat was ideaal om te kunnen kleurenwezen. Ja, voilà, ja. Dus we hebben 3 avonden... Ben je dan bang soms? Nee, eigenlijk niet. Nee, voor ik heb de kinderen gelassen... ook niet? Ik kan niet zeggen dat dat op ons veel indruk maakt, maar ik kan me wel inbeelden, als je susceptibel bent voor angst, dat dat verschrikkelijk moet zijn. Mm. Ik heb het ook gehad met de islamisten, omdat er een moordcomplot was vanuit de mensen die IS steunden. Heb ik ook 6 maanden close protection gehad. Als je dan natuurlijk onder je vel laat kruipen, heb je geen leven meer. Maar ik ben er psychologisch, ik heb het vastgesteld, heel goed tegen bestand. Ik ben heel fatalistisch, eigenlijk nogal stoïcijns. Ik denk, wat dat moet gebeuren, zal gebeuren. En je kan er toch niks aan doen. Ja, maar, het is erger voor je gezin. Ja, helemaal akkoord, maar op een gegeven moment mag het niet een gewoonte worden. Maar, ik ben burgemeester of ik ben advocaat. Of het hoort erbij. Ja. Het hoort erbij om bedreigd te worden, beledigd, fysiek misschien zelfs enige agressie te ondervinden. En dat vind ik heel gevaarlijk, dat we eigenlijk in de maatschappij een stukje terecht aan het komen zijn, waar we dat eigenlijk maar normaal vinden, zoals ze misschien over uw scheldmail sturen. En eigenlijk is dat maar normaal gezien. Dat BV, je moet er tegen kunnen. Ook, maar ook, zelf recent nog, ook echte doodsbedreigingen. Ook, en waarom? Ja, dat ga ik in het midden laten. Je had niet iets uitge... Nee, ik heb niets verkeerd gedaan. Maar ik snap de redenering. Maar ik vind wel, als ik woon alleen nu nog, als ik aan de deur toe doe, 's nachts en mijn kinderen zijn er niet, dan denk ik wel even van oké, is mijn poort toe, is de voordeur wel toe, is de achterdeur toe. Dus het heeft wel impact op je leven. Ik ben er ook niet gevoelig voor, maar onbewust ben ik er wel mee bezig. Van, oei, stel nu een keer dat die persoon hier zou kunnen staan. Dus je zit er wel mee bezig, onbewust. Maar ik denk dat dat gezond is. Je moet een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Ik doe dat ook in mijn dagelijks leven. Er zijn een aantal dingen die ik doe. Bijvoorbeeld in een restaurant, klinkt misschien heel raar, ik ga altijd met mijn rug naar de muur zitten. Mm. Zodat er niemand mij kan benaderen. Maar het is toch erg dat zicht heb. Eigenlijk is het dan al heel ver gekomen. Wij zijn een land zonder veiligheidscultuur. Het verschil met Nederland is bijvoorbeeld enorm. Daar heb je al moorden gehad op Infortuin, moorden op advocaten. Men heeft daar opgeschaald in veiligheidscultuur. Wij zijn daar altijd ongelooflijk onbezonnen in. Als je ziet wat die bodies overkomen, dat er iemand met een paraplu op die zijn hoofd kan slaan. Dat was misschien nog geestig, maar dat is ook een hakbijl. Maar jij denkt dat het een kwestie van tijd is dat het bij ons ook echt mis gaat lopen? Ja, absoluut. Ja. Allee, dat klopt al eens in het geval. Ja, ik ben er helemaal niet op ontwachten, maar ik stel me vaak de vraag, wanneer is een eerste advocaat, dat is nu gebeurd, wanneer is een eerste politicus, want op dat punt leven jullie eigenlijk niet beschermd, integendeel, en gelukkig. Maar het zou echt niet zo moeilijk zijn om op u, als je geen close protection hebt, dan kun je gemakkelijk toegang krijgen tot een burgemeester. Okay, en dat geldt voor heel veel politici. Op ideeën brengen. En daar maak ik mij echt wel zorgen over. Hetzelfde voor u. Misschien dat iemand zich beledigd voelt in uw programma of vindt dat ze geen aandacht krijgen. Het zou ook u kunnen overkomen. Ja, Walter, ik denk dat we naar het volgende Annelien, waar wil jij het over hebben? Maar wacht, ik vind de vraag is terecht, maar ik denk niet dat er zo'n oplossing kan komen. Nee, maar misschien door het feit dat we er toch eens mee de vraag moeten stellen. Hoe komt het dat mensen zich zoveel vrijheden beginnen te permitteren om altijd maar online te mogen schelden zonder teruggefloten te worden? Dat moet gedaan. Waarom laten kranten dat toe, dat het eigenlijk een cultuur ontworpen is van de vrije meningsuiting? Dus iedereen mag maar beledigen wat men wil. Het is altijd in naam van vrije meningsuiting. Ja, en dat is ook fout, want vrije meningsuiting kent ook zijn grenzen. Vanaf het moment dat het kwetsend wordt, beledigend en gevaarlijk. Maar dan komt het natuurlijk op die eeuwige discussie die zeer gevaarlijk is. Okay, ik ben het daar wel niet mee eens. Beledigd worden is de prijs van de vrijheid. Dat wist Voltaire al. Dreigen is iets anders, altijd al strafbaar geweest. Maar de vrijheid van meningsuiting, sorry, waar ga je stoppen? Okay, maar je mag beledigd worden. We moeten het hier bij laten, Bart. Sorry. Ja. Nu het conflict tussen Israël en de radicale Palestijnse beweging Hamas steeds verder escaleert, wordt de Joodse gemeenschap in ons land vaker geviseerd. 5 keer meer meldingen van antisemitisme in ons land sinds begin conflict. Man kreeg schop in zijn buik, kind werd van fiets geduwd. Bart de Schrik zit er goed in Antwerpen, denk ik. Geldt dat voor jou ook? Maak je je zorgen? Ik maak mij zorgen over alle Antwerpenaren, maar over de Joodse Antwerpenaren nu net iets meer. Omdat zij geviseerd worden. Ze zijn ook echt bang. Ze hebben hier ook al terreur meegemaakt in deze stad. En het is niet denkbeeldig dat zoiets terug zou kunnen gebeuren. Gebeuren er nu al dingen die niet door de beugel kunnen? Wel, je hebt die meldingen. Dat zijn geen politionele cijfers. Dat zijn cijfers vanuit de gemeenschap zelf. Je moet ook rekenen, ze zijn nu ook heel gevoelig. Hè? Dus alles wordt nu ook gemeld. Maar de sfeer zit inderdaad niet goed. Je krijgt heel veel mails van mensen die zeggen, ik word geviseerd, handelszaken. Mensen die er ook niks met dat conflict te maken hebben, overspoeld met haatberichten. Dus de sfeer zit niet goed. En de grootste angst is natuurlijk islamistische terreur. Dat kan van Iran uitgaan.
Dat weten we, dat hier al terroristen hebben gestuurd naar Europa. En natuurlijk Soenitische terreurbeweging, Islamitische Staat. Hamas is een terreurbeweging, Hezbollah. Ja, die hebben een lange arm die tot in Europa reikt. In Brussel heb je een aanslag gehad. En ja, je weet, Joods gemeenschap is een geliefd doelwit voor die groepen. Alleen voor die groepen of zijn er nog andere groepen die de gemeenschap viseren? Weten we waaruit, waarvan die bedreigingen... Ja, je hebt het klassieke antisemitisme van uiterst rechts. Dat zie je bijvoorbeeld bij Dries van Langenhoven nu. En dan natuurlijk het islamistische antisemitisme. Dat is recenter aanwezig in Europa. En dat is natuurlijk ja, gevaarlijk in de zin dat daar al heel wat incidenten zijn geweest in Europa. En Antwerpen is een stad met een Joodse gemeenschap, maar ook een heel zichtbare Joodse gemeenschap. Ja. Het zijn Chassidische Joden vaak. Heel zichtbaar, heel herkenbaar. Ook een aantal ja, synagoges die iedereen weet liggen. En dat zijn natuurlijk geprefereerde doelwitten. En dat is al gebeurd. Hè. In de jaren 80 zijn er hier bomaanslagen geweest tegen de Joodse gemeenschap. Nu, jij vraagt concreet federale steun in de vorm van militaire aanwezigheid. Wat vraag je concreet? Hoeveel soldaten moeten komen of wat moet er gebeuren? Wel, we zouden graag extra mensen hebben voor statische bewaking te doen. Bijvoorbeeld aan scholen, als het school, Joodse scholen, als die beginnen of eindigen. Ook op andere plaatsen, aan synagoges. Nu moeten we dat allemaal met de politie doen. Een beetje versterking zou wel gekomen zijn. Het leger heeft dat een aantal jaren gedaan. Die hebben dat prima gedaan. In een uitstekende samenwerking. Er waren geen enkel klachten over. Geen enkel burger heeft daar ooit één klacht over geuit. De Joodse gemeenschap was daar heel blij mee. In Frankrijk hebben ze onmiddellijk 7000 soldaten op straat gestuurd met deze crisis. Dan vraag ik mij af, waarom kan dat bij ons niet? Waarom kan dat bij ons niet? Ja, omdat men dat niet wil. Zo simpel is het. Men gunt het ons niet. Men wil het niet. Dan heb ik gezegd, ja, kunnen er dan federale politiemensen komen? En dan heeft meneer De Croo gezegd, je krijgt alles wat je maar nodig hebt. Maar mevrouw Verlinden, die verantwoordelijk is voor de politie, heeft eigenlijk laten weten dat ze niemand kan sturen. De federale politie heeft geen reserves genoeg om structureel, want dat is voor een lange periode, mensen, 40 mensen op dagbasis te sturen. En dan kom je altijd terug uit bij Defensie. Dus er gaat niets gebeuren? Wel, men gaat nu in Brussel versterking doorvoeren, heb ik gelezen. En ik gun Brussel alles, die hebben ook problemen. Maar de scheeftrekking is toch groot. In Brussel, verhouding met Vlaanderen, zijn er 2 keer zoveel lokale politieagenten per hoofd van de bevolking. Federale politieagenten 6 keer meer. Federaal gerechtelijke politie in Antwerpen is met de helft dan die in Brussel. Dan denk ik, ja, misschien hadden wij ook wel versterking kunnen gebruiken. En misschien wel veel meer en veel dringender dan Brussel, waar al heel veel mensen zijn. Ik zeg het nog eens, ik gun Brussel alles, maar de verhouding wordt altijd maar schever op deze manier. Dat is toch niet vol te houden. Wat ga je eraan doen? Ja, klagen en zagen bij minister Verlinden, die altijd wel van goede wil is. Dat mag ik niet zeggen, die is vriendelijk en van goede wil. Maar voor Brussel kan blijkbaar heel veel. Voor Vlaanderen en Antwerpen kan blijkbaar helemaal niks. Uw aanleiding is natuurlijk de gruwelijke aanslag van Hamas in Israël. Daarop verklaarde jij dat er in dit conflict maar één te kiezen kant was. Men mag denken over de complexe problemen van het Midden-Oosten wat men wil. Maar vandaag is er maar één kant om te kiezen. Dat is de kant van Israël. Dat is de kant van de democratie. En dat is de kant van het licht. Nee, er zijn ondertussen al 8000 burgerslachtoffers gemaakt in Gaza. Is dit nog altijd de kant van het licht? Nee, natuurlijk niet. Maar dat was op 7 oktober. Toen Israël een terreuraanval had ondergaan, waar de grootste moordpartij sinds de Holocaust onder de Joden is aangericht. Maar waar ze ook onmiddellijk hebben gezegd, we gaan heel hard terugslaan. Hè? Ja, Eigenlijk voorspeld hebben wat ze nu aan het doen zijn. Ik vind dat een enorme fout. Een enorme fout. Want dit is echt wat Hamas wilde. Ze hebben die terreuraanslag gedaan om een oorlog uit te lokken. Hamas is een terreurbeweging, die geven geen bal om de Palestijnen. Geen bal. Als ze dat hebben gedaan, is natuurlijk om te denken, nu gaat Israël er binnenvallen. Er gaan veel burgerdoden vallen. Ze zullen er ook voor zorgen dat er veel vallen. Die beelden gaan de wereld rond en dan hebben wij wat we willen. Israël terug geïsoleerd, antisemitisme dat opkomt, misschien terreur dat terug in Europa wordt gepleegd. Ja, dit zijn mensen die het niet goed voor hebben met ons. Hè. Hamas die willen ook ons vermoorden, hè, voor alle duidelijkheid. Dus als je gaat kiezen, Hamas of Israël, zeg ik altijd Israël. Maar je bedoelt men heeft dat ermee in de val gelopen zijn? Natuurlijk, 100% in de val gelopen. Men had een internationale coalitie moeten mobiliseren, ook met Arabische landen, om Hamas te ontmantelen. En men moet investeren in Gaza, in de levensomstandigheden van die Palestijnen. Ik ben absoluut niet tegen de Palestijnen. Wel, ja, want het lijkt wel alsof je echt resolute kant van de Joodse gemeenschap... Ik kies tegen terreur en ik kies tegen Hamas. En Israël is een democratie in een westers land. En daar waren zij slachtoffer op 7 oktober. De oorlog die ze nu doen, dat is een dramatische vergissing, Israël. En dat zeg ik ook tegen iedereen, alle vrienden en contacten die ik daar heb. Het is een dramatische vergissing wat jullie nu doen. Dat gaat decennia weer de wereld instabiel maken en jullie land isoleren.
En die beelden van al die burgerslachtoffers, dat is gewoon verschrikkelijk. Ik heb ook de Palestijnse Antwerpenaren bij mij geroepen. Heb je ook contact met de Palestijnse gemeenschap hier? Die zijn minder georganiseerd dan de Joodse gemeenschap, dus dan moet je een beetje zoeken. Maar we hebben een ruime delegatie samengesteld. Ja, ik heb die mensen ontvangen, dat is natuurlijk vreselijk. Er zijn mensen die ouders hebben die in Gaza wonen, die geen medicamenten niet meer vinden. Die mensen zitten in tranen. Dus ik heb twee gemeenschappen in tranen ontvangen. De Joodse gemeenschap, want die denken aan de Holocaust, die denken aan hun familie in Israël. Dat brengt heel nare herinneringen boven. Dus die mensen stonden te schreien. En een week later zat ik met de Palestijnen, die zitten te schreien. Dan denk je, wat een drama. Wat een drama is dit conflict. We zijn verder weg van vrede dan ooit. Nochtans, het moet kunnen daar. Hè. Men moet die twee staten creëren, Palestina en Israël. Anders raakt het nooit opgelost. Maar dit conflict, hoe gaat dit eindigen? Zeer slecht. Zeer slecht. Ik ben daar nog geweest in juli. Ik heb ook Palestijns gebied bezocht. Burgemeester van Bethlehem onder Palestijns bestuur. Ja, die regering van Netanyahu heeft er niet veel goed aan gedaan. Daar moeten we eerlijk in zijn. Dat is een heel rechtse, agressieve regering. Illegale nederzettingenpolitiek. Ik heb het daar ook gezien. Dus daar hing al elektriciteit in de rug. Hamas heeft geprofiteerd, denk ik, om daar een zware terreuraanval te doen. En terug een hele dynamiek in het Midden-Oosten te ontketenen van oorlog, geweld. Dat is een drama. Ik zie hier geen oplossing aan. Wat zou een reden kunnen zijn voor Israël om nu te stoppen? Wel, ik denk, en daar heeft de VS natuurlijk denk ik wel een kwalijke rol gespeeld. Men had van meet af aan Israël moeten aanbieden. Kijk, we gaan bijvoorbeeld met Saudi-Arabië, Marokko, dat zijn potentiële bondgenoten van Israël, een internationale coalitie maken om Hamas te ontmantelen. Want Hamas is een terreurbeweging. En we gaan in plaats van Gaza plat bombarderen, in Gaza investeren. We gaan daar een levensomstandigheden creëren voor de gewone Palestijnen, die nu ook het slachtoffer zijn van Hamas, die hen op het pad kunnen brengen van coexistentie met Israël. Is toch te laat. Ja, dat is naar de knoppen gebombardeerd. Hè. En dat zal jaren duren, decennia duren. Het is werkelijk dramatisch. Oké. Iets anders. Intussen komen de verkiezingen dichterbij. Maandag lanceerde de N-VA een 7 minuten durende campagnevideo. We gaan naar een kort fragment kijken. Uw welvaart. Dat wordt de inzet van de verkiezingen in 2024. En daar wil ik het graag met u over hebben. Doorheen de geschiedenis zijn er 4 vaste basiswaarheden die een natie tot een economisch succes maken. 4 vuistregels om de welvaart van een land en zijn burgers te beschermen en verder te doen groeien. Het is een beetje Piet Huizentruijten, de 4 vuistregel. Wat hebben we vandaag geleerd? Maar je was wel een beetje ziek daar. Ik hoor het aan de stem. Je hoort aan mijn stem, dus die grafstem, dat is dus die infectie die vorige week nog erger was dan deze week. Ken je de 4 vuistregels nog? Ja, dat is keep taxes low, hou je belastingen zo laag mogelijk, but balance your budget. Zie dat je budget op orde is, invest in innovation. En keep welfare fair, hou je sociale zekerheid rechtvaardig. Dat zijn 4 regels die ik in Singapore heb geleerd. Dat van een derde wereldland naar het rijkste land ter wereld is gegaan op 1 generatie. Ja. Dus ik heb dat daar eens gaan onderzoeken. Ik moet daar om beroepsredenen af en toe eens zijn. Om de 2 jaar moet ik er zijn, Antwerpse haven. Ik vond dat heel fascinerend. En ik heb die 4 basisregels opgepikt. Ik heb die ook in Antwerpen rigoureus toegepast. Onze schuldpositie afgebouwd. We hebben nu ook de belastingen kunnen verlagen. We proberen in ons sociaal beleid altijd het rechtvaardigheidsprincipe voorop te zetten. En dat is eigenlijk een beetje oldschool campagne voeren. Ja, mag ik een beetje zeggen, kritiek, waar staan we? Mag ik ook een beetje kritiek geven? Een beetje, ja. Allee, ja, het is goed. Ik bedoel, je doet dat goed, maar het is niet zo. Ja, het is een beetje een saai filmpje, vind ik. Ah, ja? Ja, ik vind dit wervend. Het is een beetje een kort film, hè? Ja, het is een beetje oldschool campagne voeren. Ja, omdat ten eerste, ik ben niet mee met al die flashy nieuwe sociale media dingen die jonge partijvoorzitters op de wereld loslaten. Ik wil een beetje mezelf blijven. Neem maar zo eens een mopje er tussendoor of zo. Ik weet het niet. Het leent zich er niet echt toe. Ik heb gewoon voor de meerwaardezoeker, Geert, die zijn er. Okay, maar cijfers gegeven om te zeggen dat we op federaal niveau die regels niet toepassen en dat we dat niet kunnen volhouden. Okay. We hebben te veel schulden. Onze sociale zekerheid is niet rechtvaardig. Het is veel te gemakkelijk om niet te werken. Als je alleenstaand moeder bent, dan is het lucratiever om niet te werken dan om te werken. Eigenlijk zegt iedereen dat een beetje, hè, maar er wordt nooit iets aan gedaan. Ja, maar ik heb dat echt analytisch gebracht en gezegd, er is een ander beleid mogelijk. En die keuze moet je dan maken. En dat is de inzet van de verkiezingen. Ja. Dat is vooral het belangrijkste dat ik heb willen duidelijk maken. De verkiezingen gaan daarover. Niet over migratie bijvoorbeeld, want daar wordt niks over gezegd. Migratie, als je het welvaartsprincipe voorop zet, ga je vanzelf ook tot een ander migratiebeleid komen. Ik ben niet tegen migratie, alleen Canada, Australië slagen er wel in om er een succes van te maken, migratie. Mensen zijn daar, associëren migratie daar met economisch succes. Heeft een beetje te maken met welke migranten je laat komen. En wat je er vervolgens mee doet.
ook daar slagen wij er niet in om die vuistregels te respecteren. Nu, ja. Onze sociale zekerheid is veel te toegankelijk. Wij trekken het verkeerde soort migranten aan. We hebben er geen enkel controle over. Het is maar ook daar, denk ik, is kunnen er veel komen, weinig komen. Niemand kan erover beslissen, daar blijkbaar. Daar is bijna ongeveer iedereen het over eens. Maar dan moet je er iets aan doen. Ja, goed. Dat is het probleem. De analyse is, het is niet zo moeilijk om te zeggen waar het fout loopt. Maar je moet ook zeggen, federaal, zoals men daar bezig is, kan het niet verder. Dus ja, dan moet je naar een grote omwenteling gaan.